Radio Willekeur. 100% improvisatie. Ja, bij ons in de studio Ben Botsbloem. Ben, jij loopt altijd net iets harder dan de meeste wandelaars. Die haal je dan in en dan fluister jij sukkeltje. Klopt, je moet dominantie afdwingen. Ook bij vreemde mensen? Juist bij vreemde mensen. Waarom? Ja, omdat de maatschappij, die maak jij. En zo maak ik hem. Ja, angst creëren bij vreemden. En daar ontleen je een bepaalde sociale status aan? Of zeker, dat vind jij helend voor de maatschappij? In welke context moet ik dit zien? Allemaal. Ik hou zelf een boekje bij hoeveel mensen ik bang heb gemaakt. Ja. En wat was de tweede ding dat je zei? Dat je een maatschappelijke soort opvoedende taak hebt. Dat konden wij ons nog voorstellen bij de redactie. Oh, nee, nee. Oh, dat toch niet? Nee, toch niet. Oké. Okay. Dus jij vindt het leuk, je vindt het voor jezelf lekker om, ja, om boven anderen te staan. Juist. Wandelaars zijn niet de meest bedreigende groep. En nee, sukkeltje is ook niet per se de meest bedreigende term, vonden wij. Nee, maar je moet proberen ergens een wedstrijd uit af te dwingen. En meestal denken mensen, ik ben gewoon een stukje aan het wandelen. En denk ik, ja, maar ik wandel sneller. Ja. Dus je moet juist mensen op hun ontspannen, zwakke momenten pakken. Ja. Want ja, anders dan win ik niet. Bijna een soort filosofische vraag is dit, maar is het wel echt een strijd als de ander het niet ervaart als een strijd? Ook. Ook ja, ja. Oké. Okay. Want niet al jouw, ja, laten we het maar noemen, collega-strijdgenoten, hoe moet ik het noemen? Verliezers. Oké. Okay. Nou, niet alle verliezers ervaren het als een wedstrijd, sommigen ook als intimidatie. We hebben ook opgevraagd Lydia Boterbloem. Lydia, jij bent eergisteren ingehaald op een stukje van het Pieterpad was je aan het lopen. Gezellig, met een ontbijtkoek in je hand. Ja, klopt. Een hele ontbijtkoek. Ja. Daar gaan we straks nog even over praten. Maar eerst wil ik het hebben over het incident dat Ben langskwam en die fluisterde sukkeltje. Ja, ik schrok daar heel erg van. Ja, toch wel. Ik hoorde stappen naderen. Iemand liep harder dan mij. Dat is op zich niet gek. Dat hoort gewoon bij de wandelsport. Ja. Maar toen werd ik ingehaald en toen werd ik sukkeltje. En toen dacht ik, gaat het over mij? Wat is er aan de hand? Maar ik keek om me heen, ik was alleen. Ja, niemand anders. Jij niemand en je ontbijtkoek, hè? Ik heb mijn ontbijtkoek zoals ik het liefst heb. En toen merkte ik, sukkeltje, toen heb ik daar echt over nagedacht. Wat heb ik gedaan? Heb ik misschien kruimels laten vallen? Ik had eerder op de rit had ik zo'n bakje eieren uit zo'n rekje gepakt bij een boerderij en er geld voor teruggelegd. Ik dacht, is het de boer? Heb ik niet goed genoeg betaald? Ik heb toen ook wel, ga ik heel eerlijk zijn, de eierkoek op de grond geslagen. Gewoon om een boodschap af te geven. Ja, dus, het is een ontbijtkoek. Ja, ontbijt-eierkoek. En ik had ook eieren mee. Je moet niet, ik heb... Hij luistert ook niet, hij hè? Luistert niet eens. Hey, en wat mij dan opvalt aan zo'n situatie, je beschrijft dat. En wat ik dan denk, wandelen is niet een heel snelle sport. Dus hij haalt jou net iets in. Hij roept een sukkeltje. Jij bent van je apropos, mogen we stellen. Ja. Maar dan loopt hij nog steeds voor je. Het is niet dat het verschil in afstand heel erg toeneemt in de loop van de tijd. Nee, dus je loopt eigenlijk toch 2 uur samen het Pieterpad nog. Exact, dus dat was ook heel ongemakkelijk. Dat ik op een gegeven moment na een uur was ik weer op mijn apropos. En dacht ik ga toch maar vragen van... Pardon, meneer, had u tegen mij? Zei u sukkeltje tegen mij? En wat er toen gebeurde, zal iedereen verbazen. Nou, ja, vertel het zelf maar. Toen heb ik pauze genomen op een omgevallen stronk. Ja, poëtisch. En toen heeft het voorval zich herhaald. Ik ben weer voorbij gelopen. Oh, ja. Ik heb die eerder op de grond gegooide ontbijtkoek, die had ik zelf even opgeraapt. Ja. Gaf ik weer aan haar. Oh ja. Sukkeltje. En toen gooide ik weer de ontbijtkoek op de grond. Herhaling werkt. En zo is het ook. Voel je je nou echt goed over jezelf, Ben? Goed is relatief. Slecht ook. Slecht is ook relatief. Zo had ik het nog niet bekeken. Dank voor dit inzicht, Ben. En leuk dat je bent gekomen, Lydia. Ja, ik begreep dat ik een kruidkoek zou krijgen als ik kwam. Ja, nee, je maakte kans op een kruidkoek. Oh. Maar we zullen even gaan graaien in de bingobak. Ik heb al weinig geluk in het leven, hoor. Dus ik zal wel geen kruidkoek winnen dan. Nou, het kan nog steeds. Ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Eens even kijken. Ja? Nee. Ah. Sikkeltje. Hallo, ik ben een schilder. Schilderende. Wat? Ik ben een schilder.